Hey kijkers van dit kanaal, Welkom bij alweer een gloednieuwe Minecraft snapshot. En vandaag zijn we in de snapshot 19W09A. En in deze snapshot zijn een aantal super vette nieuwe dingen toegevoegd. Zoals altijd in iedere snapshot, ik dat zeg. Maar goed, dit keer is het wel ook weer best wel. Het is één ding eigenlijk, het is heel simpel, maar toch is het wel vet. Jullie gaan het zien als je het nog niet hebt gezien in de titel. In ieder geval, heb je er net zoveel zin in als ik? Druk dan even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet had gedaan. Druk op dat belletje en dan gaan wij super snel beginnen. Nou, wat is er nieuw in deze snapchat? Eigenlijk is het um, maar één ding, één echt relevant ding. En dat heeft met noodblocks te maken. Wat ze namelijk hebben gedaan, ze hebben vijf nieuwe noodblokgeluiden toegevoegd. Ja, dat is toch super vet. Of zes? Uh, nee, 5, vijf, vijf, Grapje. Ha! Oké, okay, vijf ja. nieuwe noodblokgeleiden. Ik ga ze allemaal even laten luisteren. De blokken die eronder onder horen, voor de mensen die het niet weten, een noodblok um, is een muziekblok. En als ik dat op gras zet, moet je maar eens luisteren. Maakt hij dat geluid? En op uh, houten planken maakt hij een ander geluid? Moet, oh, moet je maar luisteren? Precies dat. Um, en daar hebben ze dus vijf nieuwe klanken in toegevoegd. Die ik er even bij ga pakken. Uh, voor zes nieuwe blokken. Dus dat is wel een beetje raar, maar goed. Uh, zes nieuwe blokken, vijf nieuwe geleiden. Dat staat op de website. Dus we gaan even al deze blokken erbij pakken. Uh, zo. Hey, Bale, Glowstone. Kijk eens aan. Zo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Zo. Eet deze hier. Let op. Dan gaan we. Drie, twee, één. Oké, okay, dat is dus het Iron block. Uh, Het is een xylophone. Een Iron xylophone is het. En nou ja, ja dat is. Ik weet niet. Ja, ik vind het wel mooi. Volgende, soulcent. Ik heb oprecht geen idee wat het moet zijn. Ik zal even lezen wat de geluiden zijn die erin zouden moeten zitten. Dan kunnen jullie zelf uitzoeken wat bij wat hoort. Ze hebben toegevoegd de IJzeren Xilofoon. Die is logisch, dat was die. Um, de Koebel digerido ik weet niet of ik het goed uitspreek, waarschijnlijk niet, maar digerido, ik weet niet, uh, zo spel je, digerido, dat in ieder geval uh, geen idee wat het is een bit en een banjo, nou de banjo zullen we wel op de site moeten kunnen halen die hadden we nog had ik deze al gehad? ja die hadden we al gehad, oké, okay, het emerald blok Beetje een iets moderner geluid. Het hooiblok. blok. En dan het glowstone blok. Ja, dat is... Oh, wacht. Oké. Okay. Um, er waren dus... Ik zei net, er waren vijf soundeffecten. Maar één die zat al in het spel. Alleen die, kon, die werd niet gebruikt. En dat is denk ik dan van de glowstone. Hij heet pling. Dus dan weet je dat. <laughs> uh, ja, Pling. Pling is het nieuwe geluidseffect. Uh, dat zal al in het spel, alleen dat kun je nu ook horen. Dus dit zijn de nieuwe noodblocks. En dan denken jullie, Lachs, is dit alles? Is dit de hele snapshot? Um, ja, maar ik zou het straks natuurlijk niet zijn als ik niet mijn hele donderdagochtend speciaal voor jullie had besteed om een zieke noteblok-song te maken. Hij is niet heel ziek, maar het is met de nieuwe blokken en ik dacht, het is gewoon leuk en ik had zin om het te doen. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en veel plezier. 10 punten voor de persoon die raadt welk liedje dit is. Het zou niet heel moeilijk moeten zijn. Maar aangezien de meeste van jullie wat jonger zijn, weet ik niet of jullie het liedje kennen. Maar de iets oudere kijkers, die zouden het toch eigenlijk wel moeten kennen. Maar ik ben benieuwd of jullie het raden. Laat me achter in de reacties welk liedje jij denkt dat dit was. Um, als je het goed hebt, dan krijg je 10 punten. Zoals ik net al zei. 10 punten. Nee, ik ben gewoon heel benieuwd of jullie het weten te raden. Dus laat het achter in de reacties. Um, ja, misschien weten sommigen van jullie het wel. Dan, in de snapshot van vorige week is nog één ding toegevoegd. Wat ik soort van heb overgeslagen, omdat ik het volgens mij niet heb gelezen. Of het stond niet op de website. Dat heeft met de Mushroom Cows te maken. En dus ga ik even een Mushroom Island zoeken. Want dat is heel moeilijk, dat zo. Oh, wacht! Waarom zou ik een eiland gaan zoeken als ik ook de Command Koning ben? We doen gewoon slash, uh, summon, uh, Mushroom op mijn locatie. En het type is... Brown. Ja, jullie hebben het goed gehoord. Uh, ik moet wel af de toe aanhalingsteken zetten, anders dan wordt hij boos op mij. Zo, kijk eens aan. Wow. Dit is de nieuwe Mushroom Cow. Uh, wat hij doet. Niet veel bijzonders ten opzichte van de vorige. Maar ze hebben gewoon een nieuwe toegevoegd, voor zover ik weet. Uh, we hadden natuurlijk ook al de oude, de rode Mushroom. Even kijken, deze. Uh, en nu hebben ze ook een bruine toegevoegd. Naast de normale koe natuurlijk. Uh, wat er echt nieuw aan is, ik heb geen idee, het staat nergens en volgens mij is het oprecht hetzelfde als sta. Uh, je kunt hier waarschijnlijk krijg je hier ook een, even kijken, zo'n zo ding van. Oh, moet ik even slash game mode survival zo. Ja, je krijgt je ook gewoon mushroom stuwen van uh, net als bij deze. Dus, nou ja, dit is de nieuwe mushroom kou. Dat is dan nog iets waar jullie me op bezig dat ik vorig jaar heb overgeslagen. De invisibility potion die werkt nu fatsoenlijk bij God, wat is dat? Waarom staat hier een ijspilaar? Oké, okay, in ieder geval. De Invisibility Potion, die werkt nu fatsoenlijk bij Guardians. Dat ga ik jullie even laten zien. We gaan even naar een uh, Guardian tempel. Uh, hoe heet dat ding? Een monument, dat is het. Zo, so, uh, ik ga even erheen. tot zo. Nou, wat is het idee? Um, Iedereen weet dat je onder water bij guardians in de buurt helemaal dood gaat. Dat hebben we allemaal wel een keer ervaren. Maar nu is er een oplossing die wel werkt. Uh, volgens mij was het eerder ook wel de bedoeling dat het er was. Alleen het werkte maar half. Nu hebben ze dus de invisibility potion. Uh, als het goed is, als ik mezelf even alle andere effecten... Slash effect, it's loss. Slash effect, give it loss. Water breathing is wel even handig. Uh, zodat ik niet hier dood ga. Uh, ik neem wat food mee. En een zwaard en een pickaxe moeten we ook even hebben. En dan gaan we gewoon kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Slash game mode survival. Zo, ik ga deze potion drinken. als het goed is zijn we nu. Het werkt niet. Waarom werkt het non Oké, okay. we gaan het. Ik nou, we ga gaan, we gaan gewoon door. We, we zien het wel. En misschien was ik gewoon te dichtbij toen ik in survival ging. Maar als het goed is, zouden we normale Guardians me nu niet moeten kunnen zien. Uh, maar dan moeten we er eerst even een vinden. Hallo? Iemand thuis? Oh, hier zijn guardians. Oké. Okay. Kijk eens aan. Nope, het, uh, het, het werkt. Ze kunnen mij niet targeten. En ik ben volledig onzichtbaar tot hun... Uh, ja, hun, hun, hun dinges. Als ik ze sla dan wel. Nee, ook niet. Ik kan ze gewoon vrij slaan. Ik krijg natuurlijk wel hun torens damage van die, van die stekels van ze. Um, maar voor de rest kunnen ze eigenlijk helemaal niet zoveel doen. Omdat je onzichtbaar bent. Dus, als je nog eens de goud uit een guardian tempel gaat jatten... Um, neem dan even een invisibility potion mee, want geloof me, dit ding wil je bij je hebben. Dus, uh, nou nee, dit hebben ze dus ook uh, even gefixt. En dat zijn, uh, dat zijn wel een beetje de updates voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het allemaal een super vette video. Ik moet even uit de invisibility gaan, anders zien jullie me niet. Maar dan gaan die Guardians me vermoorden. Nee, wacht, we moeten even uit deze tempel ontsnappen. Waar is de uitgang? Ik wil niet meer. Oh, daar, oké. Okay. Um, slash effect, it's slars. Slash effect. Clear. Oh, dan verzuip ik nu natuurlijk ook. Wanneer? Oh slash effect clear. It's slag. Zo. Ja, en ik ga verzuipen. Oké, okay, snel naar boven toe. <laughs> Hopelijk vond je het allemaal een super vette video. Mocht het zo zijn, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En laat eens in een de reactie achter welk liedje jij dacht dat dat was. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later.